Dick, gaat het nog? Ja, het was hectisch hè, de eindfase. Maar ik sta hier natuurlijk met een heel goed gevoel. Omdat we vaker hebben gesproken dat je met teleurstelling om moet gaan. Nou, dat kregen we nu weer te verwerken in de 85e minuut. En dan weten we toch nog om te buigen. Weliswaar met een beetje mazzel. Maar dat maakt de vreugde niet minder groot. Vorige week zei je, als we achter komen te staan, lijkt er weer een soort trauma naar voren te komen van vorig jaar. 1-0, het is klaar. Nu kom je dan op gelijke hoogte, komt Helmond dan. En nu was het niet zo. Heb je het recept gevonden? Ja, dat hoop ik. Maar we hebben het daar natuurlijk wel over, dat soort dingen. Dat tegenslagen horen bij voetbal. Ik vond sowieso een wedstrijd met wisselende gezichten. Hè? Want de eerste 30 minuten denk ik dat we zwaar bovenliggend waren. Alleen je weet ook dat als we niet een goal maken, dat Helmond in de wedstrijd blijft. Nou, voor de pauze kwamen zij al terug. Na de pauze waren wij, vond ik, net iets meer bovenliggend. Ergens midden tweede helft namen zij het weer over. Wij maken een goal en dan gaan we op twee gedachten hinken. En daardoor krijg je ook de goal tegen, waarbij we gewoon alleen maar gingen verdedigen. Maar wat je zegt, teleurstelling. En nu rechten we wel de rug. En ik denk dat je dan wordt beloond met de winnende. Zet je je op tevreden op de bank? Dat was zo slordig, zeker in de tweede helft ook weer. Ja, wij moeten leren om, als de tegenstander risico gaat nemen, en dat deden ze, ja, dan komen er zoveel ruimtes op het veld. Ja, dan vind ik dat wij vanuit onze formatie, want dat deden we het eerste half uur, waren we gewoon heel vast. Konden we gewoon constant onder druk houden, wisten we de oplossing. En we gaan dan toch een beetje uit positie lopen, moeilijke oplossingen spelen. Ja, dat werkt niet mee om cadans en ritme in de wedstrijd te houden. Ik sprak net van Gelderen, de matchwinner. Ik zei tegen hem, misschien heb je het nu wel goed gemaakt met de trainer, met dit doelpunt. Is dat zo? Ja, maar sowieso. Kijk, ik zie een spelersgroep en een staf. Wij zijn één familie. En je moet voor elkaar zorgen. Je moet het beste met elkaar voor hebben. Dat betekent niet dat je geen kritiek op elkaar mag hebben of elkaar niet mag corrigeren. Dus voor mijn gevoel heeft hij iets doms gedaan. Nou, daar hebben we over gesproken en dan gaat het leven door. Waarom mocht hij er weer bij zijn? Nou, omdat het een straf is geweest die lang genoeg had geduurd, de 3 weken. En dan wil je altijd ook reactie zien bij de onder 21 en dat heeft hij goed gedaan. Dus ik heb van de week met Sander van Gessel gesproken, die was ook heel positief. Dus dan is er voor mij geen beletsel om hem terug te laten keren. Betere beslissing had je niet kunnen maken? Nee. En als hij dan ook nog in mag vallen, hè, want noodgedwongen, hij zat zeker niet in mijn hoofd om hem in te laten vallen. Maar rente moest eraf en dan kun je het beste maar een rechtsback voor een rechtsback brengen. En als hij dan de winnende maakt, is dat een prachtig scenario. Is een wedstrijd als deze winnen of gelijk spelen het verschil tussen promoveren of in de keukenkampioen-divisie blijven? Ja, wel met beide beentjes op de grond blijven. Maar het is wel zo dat wij vertrouwen moeten blijven tanken. Want ik denk dat vertrouwen meehelpt om uiteindelijk langere gedeeltes van wedstrijden goed te blijven spelen. Ja, en er is niet een beter middel voor vertrouwen winnen dan wedstrijden winnen. Dankjewel, Dick. Gefeliciteerd. Dick, hoe vond je dat jullie spelen?